Goedemorgen, mensen. Kunt u mij allemaal zien en kunt u mij allemaal verstaan? Ja, ik u wel namelijk. Dus wat een kleurrijk gezelschap en wat een kleurrijke locatie hier zo. Ik vind het een coole, gave locatie. Welkom bij deze kennismarkt, Kennismarkt 2015. Een dag van inspiratie, innovatie en co-creatie. Nou, u krijgt een rijk menu gepresenteerd vandaag als het daarom gaat. Er wordt kennis gedeeld, er wordt kennis vergaard. Er wordt gesproken over innovaties, er wordt afgestemd. Er wordt kennis gemaakt met elkaar. Er wordt wellicht geco-creëerd. Er wordt wellicht genetwerkt. Er staat veel op het menu. Dit is volgens mij de tweede kennisproeverij. Volgens mij heeft er ook een in 2013 plaatsgevonden. En ik heb met nadruk gezegd kennisproeverij 2015. Dat suggereert wellicht dat er nog wel een keertje eentje in de agenda staat. Wat ik zei, nou, dat krijgt u allemaal aangeboden. Via workshops, plenaire sessies en zoals ik al velen van u heb gezien, de kennismarkt die hier rondom de plaza is. Veel stands waar u kunt ruiken, voelen, proeven wat er op het gebied van innovatie te halen valt. Mijn naam is Paul Perdon van Paul Perdon Training en Advies. Ik mag vandaag uw dagvoorzitter zijn en de minst populaire taak van een dagvoorzitter is dat hij ook altijd wat mededelingen heeft van huishoudelijke aard. Die vind ik altijd vreselijk saai. Dus u mag nu uw koptelefoon opzetten of eventjes een berichtje sturen. Ik zou u willen vragen, wie van u twittert hier zo? Misschien kunt u even de handen opsteken. Ja, ik ben er alleen maar blij mee, hè? Dus u hoeft niet te denken, oh mag het wel? Ja, er zitten twitteraars in de zaal. Ja. Ik zou u willen verzoeken om het geluid van uw telefoon uit te zetten. Maar laat uw telefoon vooral aan. U mag van mij de hele dag twitteren. En dat doen we dan, hashtag kennisproeverij. Dat is natuurlijk leuk dat we straks over een uur kunnen zien van wat zijn de reacties en wat vinden we ervan. Een andere. U heeft bij binnenkomst een badge gekregen, misschien een overbodige mededeling. En op de badge op de achterkant staat ook het programma. Dus u heeft het programma continu bij zich. U ziet hier stond ook even het programma, die is inmiddels weggehaald. Ja. Even kijken, tijdens deze dag lopen verslaggevers rond. Dus u ziet misschien mensen met een kladblokje lopen en een pennetje en een potloodje. We zien daar een camera staan, ik dacht dat hier ook een camera stond. Oh, hij staat daar zo, ja. Filmcamera staan, er loopt een fotograaf rond en die zorgen straks voor een hele mooie, rijk geïllustreerde verslaggeving van deze dag. Dat krijgt u zeer binnenkort ook toegestuurd, ook de mensen die hier niet aanwezig konden zijn. Dus de films, dat gaat allemaal heel snel, die kunt u wellicht vanavond al zien op het YouTube-kanaal van Deltares. Of via, even kijken hoor, wat was het? Kennisproeverij.nl geloof ik. Dus als u zoekt, dan zult u die filmpjes, wellicht ziet u zelf nog lopen. Heeft u ook gelijk bewijsmateriaal dat u vandaag hier bent geweest. Dat is misschien wel leuk. Kunt u collega's zeggen, nee ik ben echt geweest, ook het thuisfront. Even kijken. Deze dag wordt u aangeboden door Deltares in samenwerking met STOA en de Unie van Waterschappen. En ik gun u gewoon een hele plezierrijke en kleurrijke, innovatieve dag. Ik zou eens willen vragen, kijkt u eens om u heen, eventjes in de zaal. Kijkt u eens even om u heen. En ik zou het een leuke uitdaging vinden dat u oogcontact maakt met iemand die u niet kent. Dat is natuurlijk heel eng en misschien krijgt u er jeuk van, maar ik ga het u toch verzoeken. Ja, maak eens oogcontact met iemand die u nu niet kent. Ja? Dit is. Dat je niet te voel komt. Ja, ja. Ja. Ja? Dit is ook het meest. Dit is het meest nare onderdeel van de dag, moet ik u zeggen. Ja? En dan ga ik u verzoeken. U heeft allemaal iemand eventjes. Ja, u heeft oogcontact gehad met iemand die u niet kent. Ja? En dan wil ik even dat u ook naar diegene een seintje geeft van. Of even een duim of een knipoog mag. Even zo van: oké, we hebben elkaar. Ja. Ja, de volgende vraag is, dit is uw buddy voor vandaag. Dus u heeft alle twee nu een buddy. Ja, 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 ja. U denkt, ik zit lekker veilig naast mijn collega, maar u heeft een buddy. En die buddy, die zoekt u straks op. U geeft elkaar een hand en u gaat een vraag stellen over deze dag. Een nieuwsgierige vraag. Wat zou nou een leuke nieuwsgierige vraag zijn die u gaat stellen? Wie is uw buddy voor vandaag? Ja, leuk hè. U kent elkaar echt niet hè. Maar nu wel. U bent elkaars buddy. Wat een rijkdom eigenlijk hè. Nu al. Dit is toch geweldig. Wat gaat u straks vragen? Nou, wat kom je proeven?
Wat kom je proeven? Oké. En wat gaat u straks vragen aan uw buddy? Waar hij voor komt. Waar hij voor komt. Oké. Nou, we gaan het straks beleven. Help me even onthouden dat ik aan het eind van de dag u vraag naar het antwoord. Ja? Dus u moet nu al elkaar opzoeken.